Stel maar voor dat je je inbeeldt hoe het is om een bepaald stuk te gaan spelen. Of dat u een melodie in uw gedachten neemt en denkt, dat wil ik op die manier gaan spelen. Als je nou luistert naar muziek en u raakt ook geëmotioneerd van die muziek, dat is natuurlijk echt helemaal top, hè, dat je voelt dat je geëmotioneerd raakt, dan zie je op allerlei plekken in het brein zie je grote activiteit. Vlak boven de oogkas, dat noemen we de orbitofrontale cortex, dit gedeelte frontaal voorzijde en dan vlak boven de oogkas, daar zien we bijvoorbeeld hoge activiteit. En dat is heel fijn, want dit soort gebieden die zijn ook belangrijk juist voor dingen als empathie, hè, je empathisch vermogen, je invoelend vermogen. Dus je zit eigenlijk met die emotie uit muziek vandaan komt, zit je eigenlijk ook in circuits die een rol spelen bij ons eigen empathisch vermogen. Dus dat is heel bijzonder.